Skylert Community heeft de laatste tijd natuurlijk heel veel dingen voor elkaar gekregen. En de belangrijkste dingen, die vertel ik op het eind. Maar toch even, mocht er daar nog mensen inloggen, de basis voor iedereen, ga ik toch wel een klein beetje uitleggen. Want, daar ben ik natuurlijk. Even verder. In de wereld is er veel milieuvervuiling door de auto, door de trein, door andere omstandigheden, weersomstandigheden. En dat kan gewoon niet verder doorgaan. En er heeft iemand iets op gevonden, want er is een nieuwe ontwikkeling waar je voor minder ruimte te gebruiken en minder materialen gebruiken een beter vervoermiddel kunt krijgen. Anatoly Janinsky heeft dat ontdekt 40 jaar geleden. Hij is daarmee aan de slag gegaan en in de 40 jaar heeft hij natuurlijk veel kunnen ontwikkelen. En door de voortgang van de techniek via de computers is er nog een veel geavanceerder systeem voor de dag kunnen komen. Anatoly Janinsky, wij kennen hem allebei. Dat is een heel geleerd iemand die heel veel connectie heeft met de natuur, omdat hij natuurlijk geboren is in een omgeving waar het fout is gegaan. En dit zijn de modellen die er ontwikkeld zijn. De passagiersmodellen zijn allemaal gecertificeerd en de containers nog niet. Die worden wel op dit moment getest, maar het kost nog wel meer tijd om die getest te krijgen. En zeker voor het zwaardere vervoer, de zwaardere container, daar wordt nu op dit moment de lijnen voor aangelegd. Nou zeggen mensen, ja, maar dat bestaat al lang. Want in Duitsland en China, daar heb je al van die banen. Maar dat klopt. Maar dat is gewoon een tram die geen wielen aan de onderkant heeft, maar aan de bovenkant. Verder stoot je ook gewoon heel veel vuil uit. Dat kan niet. En de kabelbanen in de sneeuwgebieden, die hebben geen motor. Dus die worden met de kabel voortgetrokken en die kunnen altijd maar een hele korte afstand overbruggen. Dus hier kun je geen honderden kilometers mee gaan doen. Als je dan kijkt hoe het gebouwd gaat worden, dan zie je dat voor een weg moet er natuurlijk iets geëgaliseerd worden om het glad te maken en dan kunnen de dieren niet meer in die omgeving leven. Anatoly Janinsky heeft een andere manier van vervoer, een wegbedding op het tweede niveau en dan kun je met pilaren werken en dan kunnen de dieren blijven wonen. Is er ook veel minder grond verzet en daardoor ook beter voor het milieu en voor de leefwereld van de dieren die daar wonen. Oh, ik ga een beetje te snel. Als je dan die pilaren, die kun je dicht bij elkaar zetten, maar men is bezig om het ook uit te berekenen om het verder uit elkaar te zetten. In de Verenigde Arabische Emiraten staan ze nu al 288 meter van elkaar, maar het is straks mogelijk om 1 of 2 kilometer afstanden te overbruggen. Hoe ze dat doen weten we nog niet, komen we nog wel achter. Door ook kleine wagons te laten rijden is ook de druk op een spoorbaan veel minder op één punt. En dat zie je op het onderste plaatje, dan rijden de zelfrijdende voertuigen, kunnen ook sneller rijden, je kunt sneller in- en uitstappen, maar ook de belasting op zo'n spoor is gewoon veel minder. Hier zie je zo'n spoor, een aantal onderdelen ervan. Linksboven zie je de beveiliging voor het ontsporen. Het kan niet ontsporen, de wielen lopen er overheen. Dat zijn de twee onderste plaatjes, dan zie je staal op staal wrijving. Die wielen gaan er overheen, die hebben dus veel minder energie nodig, kunnen ook meer opslaan. Maar het ontsporen kan niet, want door de zijrollen, daardoor kan hij er eigenlijk niet van de baan af. Als je dan kijk naar het middelste plaatje bovenin, zie je de motor, hoe dat ook getest wordt en hoe dat het in elkaar zit boven op zo'n compartiment, op zo'n model. En rechts zie je de doorsnee van de rail. Een vierkante buis, langwerpige buis moet ik zeggen. Daarin zitten de kabels en die zitten in een polymeeroplossing. En daaroverheen zit nog een hele harde laag die heel erg slijtvast is. En die haast niet verslijt en dat tussen 50 en 100 jaar gegarandeerd is dat het niet vervangen hoeft te worden. Dus dat is een heel groot verschil. Dan zien we hier de wind, de aerodynamische weerstand van de lucht. Bij auto's komt hier voor mooi overheen en achter krijg je die werveling.
En dat is bij onze Uniflash niet. Die heeft een hele mooie voorkant waar de wind boven en onder erheen kan. En de achterkant gaat die vloeiend weg. En bij een auto kan je aan de onderkant er bijna niet door. Krijg je toch tegenstand. En hier bij ons, begon op het tweede niveau, beïnvloedt dat helemaal niet. Dus dat is wel heel mooi. Wat kan Anatoly Jeninski hiermee bereiken? Nou, voor ons allemaal een beter leefmilieu, ook voor de dieren, maar ook voor ons. Het transport zal veel versneld worden, files zullen veel minder zijn en alles is georiënteerd en geïnspireerd op groene energie, wat heel erg belangrijk is. Dat is op dit moment een hot item in de wereld. En daarvoor hebben ze ook mensen die opgeleid worden en die zijn dan opgeleid en er zijn mensen die ervoor geslaagd zijn. Studenten zijn afgestudeerd en hebben hun diploma gehaald en kunnen nu ook voor Anatoly Jeninski aan de slag voor Jeninski stringtechnologie. Nou zijn er drie verschillende spoorroutes. En dat zijn de doorhangende, de harde enkele en de harde dubbele. En de doorhangende die zie je op het volgende plaatje. Zie je hoe klein die is door die bril die erop zit, die afmetingen. En de andere die zijn de linker, zo ziet je eruit, enkel of dubbel boven elkaar. Kunnen alleen aan de onderkant een wagon rijden of aan onder- en bovenkant. Dan kunnen twee verschillende snelheden gebruikt worden. Alles moet natuurlijk getest worden en gecertificeerd. En hier zie je dus een aantal documenten. Dit is een document wat de vrouw van Anatoly Jeninski ontvangen heeft, linksboven en rechtsboven Anatoly zelf. En dat is heel belangrijk om het allemaal goedgekeurd te krijgen, zodat landen durven te gaan bouwen. En hier zie je een aantal onderscheidingen en certificaten, maar ook patenten. En patenten weten we allemaal, dat is heel belangrijk, want dan kan de concurrentie er niks mee. Die mag dit niet namaken. Zolang als een patent bereikt, is dat gewoon heel fijn. En dan hier zien we linksonder dat Anatoly Jeninski een certificaat heeft gekregen toen hij in het programma van de VN was voor duurzame ontwikkeling in 2019. En het volgende plaatje zie je in 16 februari 2018 is hij een van de sprekers geweest op de Internationale Association of Public Transport, UITP. En daar is hij een van de 1400 transportbedrijven geweest, of onderzoekorganisaties kan ook, uit 96 landen. En dan zie je dat als je kijkt gemiddeld, zijn er maar weinig bedrijven uit een land die op zo'n organisatie, op zo'n bijeenkomst aanwezig zijn. Dus dat is gewoon heel mooi. Mensen die wat meer weten van technische dingen kunnen op een aparte site gaan kijken hoe alles werkt. En wij hebben een aparte site waar wij het gewoon kunnen lezen en hebben we niks met de technische dingen te maken. Dit zijn de modellen die destijds op de computer ongeveer getekend waren hoe ze zouden worden. Ze zijn iets aangepast, iets veranderd wat het model betreft tijdens het bouwen. Links zie je de echte foto's van de echte modellen die gebouwd zijn. En dan zie je de tweede van onderen, dat is een model wat waarschijnlijk als eerste verkocht gaat worden aan, volgens mij, Kirzië. En die willen dat model en nog een ander model. Hier zie je bovenin nog een model wat ook dat 150 km per uur kan halen. De vorige ook. De tweede hierboven die kan minimaal 500, maar misschien wel tot de 600 km halen. En daaronder zijn twee wagons of een transportband, een wagon en een transportband voor de industrie. En hier ziet u nog wat industriemogelijkheden. De container, hij is getekend op de computer op een staand plateau, maar inmiddels ziet u rechtsboven waar de blauwe gedeelte, of de blauwe dingen, foto, dat is in het echt, dat is een foto uit, die gemaakt is tijdens de test. En dan zie je dat die hangend is geworden, omdat dat waarschijnlijk toch een betere manier van vervoer was en goedkoper. Veiliger en alles meer. En dan zie je dat het vervoer daar $1 per 100 ton en per kilometer kost. Dus dat is per kilometer 1 cent en per kilo 1 cent. Hoe mooi is dat? Daaronder zie je weer de modellen die ik net besproken heb, maar links hiervan, helemaal linksonder, zie je het model wat als eerste, dat hebben ze verder ontwikkeld. Hier zien we de voorkant, de breedte. Maar ik heb het plaatje gezien, maar ik had er geen tijd meer voor om het erbij te zetten. Earl zal dat volgende week doen. Dan zie je echt een heel mooi groot model waar mensen in kunnen gaan staan. En ze kunnen ook grote artikelen meenemen die hoger zijn of langer zijn. Het is een model wat blijkbaar ook goedkoper te produceren is. En dat is een van de modellen die gegarandeerd gebruikt gaat worden in
Kiersinger, een dame die, volgens mij heb ik hier straks al een plaatje van, een dame die leiding geeft over twee bedrijven in de bouw, in de bouw van deze vervoerstrajecten, die is bezig kijken en die is hier verder op ingegaan, dus verder weten we nog niet zoveel van. Maar dat is een heel mooi model en de foto is echt fantastisch. Jammer dat ik geen tijd meer had om het er nog in te zetten. En hier zien we de transportband. En die is natuurlijk veel veiliger om door de bossen of door de bergen heen te rijden. Dat er geen vrachtauto's meer gevaarlijke manoeuvres hoeven uit te halen. Dat is een transportband dit van een plaats in een mijn kan vervoeren naar de fabriek om het daar verder verwerkt te laten worden, is natuurlijk heel veilig. En dan deze kosten, die zijn veel goedkoper als dat ze dat heel jaar in jaar uit moeten doen met vrachtauto's. Dit kost 4 miljoen kilometer per kilometer om aan te leggen. En als het er eenmaal ligt, dan is het verbruik amper nog kosten. Ze hebben twee prioriteitsrichtingen. Eentje die begon, die je rechtsboven ziet, met 25 zitplaatsen. En de Unicont, dat is de container voor het hangend vervoer voor de industrie. Als een wagon op een gegeven moment op een of andere manier niet meer vooruit kan en blijft staan ergens, dan is er altijd de mogelijkheid voor een andere wagon die komt, die deze aan kan koppelen. Want elke wagon heeft een uitstekel, zoals je rechts op het plaatje rechtsonder ziet. En daarmee kunnen ze een wagon weer aankoppelen en naar het volgende station brengen. En daar kan die eventueel gerepareerd worden. En dit zijn de kantoren. Het rechtsboven is een nieuw kantoor wat ze eigenlijk niet zo lang geleden in gebruik hebben genomen. Rechtsonder is de fabriekshal. En linksboven ziet u de mensen in het kantoor aan het werk. En hier ziet u het park wat in 2015 gekregen is. Dat was een oud militair terrein. En dat hebben ze in 2019 zo ver ontwikkeld dat het heel mooi groen is geworden. En ook kijk eens naar de vijver erachter, hoe dat die veranderd is. Er wordt heel veel op dit moment ontwikkeld. En er is al iets nieuws naar buiten gekomen dat ze daar een park gaan maken waar mensen kunnen gaan op vakantie kunnen gaan. Daar weten we nu nog verder niet veel van. We hebben er sinds de corona-problemen niet meer naartoe kunnen. Maar hopelijk zijn alle problemen binnenkort opgelost en mogen we daar weer gewoon naartoe. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten, want daar is wel een aantal nieuws. In 2018 hebben de leiders dit gezien en in april en die hebben in september al meteen een handtekening gezet. Dat zie je rechtsboven. Daar zijn ze de handtekening aan het zetten dat ze een samenwerking aangingen. Ze hebben meteen ook een stuk grond gekregen, dat zie je rechtsonder helemaal. En zie je een paar mensen bij die auto staan. Het middelste plaatje laat zien dat ze daar een officiële opening hebben gedaan. En hier is de 400 meter lange baan. Achterin zie je het station. Het station is daar nog in aanbouw, maar ze zijn al begonnen om te testen, omdat er gewoon meer dan een jaar getest moet worden op alles wat nodig is om het vervoer van A naar B te krijgen. Dan moeten de pilaren moeten getest worden, ook de bekabeling, de stations, in de stations. Alles moet gewoon helemaal getest worden op alle weersomstandigheden, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hoe dat dan de werking is van alle dingen. Al die data moet verzameld worden. En dat is een heidenskabij, maar een onafhankelijk bureau heeft dit ook allemaal getest. En die hebben het goedgekeurd bevonden. Dus deze baan mag in elk land gebouwd worden, want het is veilig voor heel de wereld. Dit zijn een aantal foto's. Wij zijn in eind oktober, begin november daar geweest, Erlen en ik. En wij hebben hier dit zelf kunnen zien met onze eigen ogen. En we hebben er mee mogen rijden. We hebben allemaal in zo'n wagon gezeten. Dus we hebben mooi mee mogen rijden. Heel mooi. Als je dan ook zo'n middelste plaatje binnenkomt in het ecohuis. Links boven zie je het ecohuis staan. Toen we daar binnen liepen, het is aan de bovenkant open. En onvoorstelbaar, het is zo cool daarbinnen, zo mooi. Want linksonder zie je het houten ecohuis nog zonder begroeiing. Maar inmiddels is daar helemaal begroeid. Het lijkt net een hele hecht die eromheen is. Maar het is gewoon helemaal begroeid met
planten die volgens het systeem van Anatoly Uninsky met de verbeterde grond gebouwd worden. En dan zie je hoe groot en hoe mooi dat ze eigenlijk worden. Het was echt een verademing toen je daar binnenkwam dat je zei, goh, zo mooi om hier binnen te komen. Het voelt helemaal niet als heet. Buiten was het heel heet en daarbinnen was het ineens heel aangenaam. En rechts zie je een technische ruimte. En rechtsonder zie je de aanbouw van een station voor de volgende banen die aangelegd moeten worden. Dat zijn rechtsboven, die pilaren zie je al staan. Je ziet met de ronde bovenkant. En je ziet een beetje in het midden, in het klein, een vierkante bovenkant. En dat zijn twee verschillende lijnen, die met die vierkante bovenkant die staan 288 meter van elkaar. En met die ronde bovenkant die staan 50 meter van elkaar. Bij die van 288 meter komt ook zwaarder materiaal in. Die zijn helemaal zwaarder gemaakt en alles. Maar het is, deze twee worden allebei nu van bekabeling voorzien. En er zal zo snel mogelijk ook getest gaan worden. Hier zie je nog een paar foto's van de container. Ze kunnen dus de container en de passagierswagon tegelijk testen. En ze kunnen elkaar meetrekken, zoals je ziet. Ze hebben allebei een uitsteeksel. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Anatoly Uninsky elektrische overheidssystemen op basis van gepatenteerde technologie. En begin dit jaar hebben ze aangekondigd dat ze overgingen van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. En hier zien we de toegang tot het park. Tussen die twee armen in, die mannen met die duimen omhoog, daar zie je een auto rijden. Daar is de afslag van het testcentrum. En achter die auto zie je iets wits, dat is het paviljoen. En daarachter, dat donkere, dat is het ecohuis. Je kunt ook al zien dat het begroeid is met planten. En daar zijn we, hier zijn we heen gereden. En hier zijn we gaan kijken. Supermooi. Hier zie je ook de ronde pilaar, maar je ziet ook weer de vierkante pilaar. En links, die man, is Anatoly Uninsky. En nou zeggen heel veel mensen, ja, maar hij is al zo oud wat als hij er daar niet meer is. Nou, opvolging is geregeld, want rechts staat zijn zoon. En zoals je ziet, is hij hier ook aanwezig. Dus die zal er ook alles van weten. Die certificering voor warmklimaat, die hebben ze gekregen. En die moest voldoen aan verschillende veiligheidsnormen. Zoals wat ik net zei, de spoorconstructie, het elektrische vervoer, de anker- en tussensteunen en het reizigersstation. En deze controle die was geslaagd. Ze hebben voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En wat er staat ook, het zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten uit de hele wereld gewoon vereenvoudigen, want niemand hoeft hun eigen controles nog te doen. Het is goedgekeurd gewoon. En inmiddels zijn er al veel gesprekken, niet alleen in Abu Dhabi en Dubai en Sharjah, maar ook in buurlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait en nog veel meer landen. Ik heb straks nog wel een lijstje met landen. In Dubai, daar doet Anatoly Uninsky mee met een aanbesteding van de RTA. Want elk spoorwegtraject wat gebouwd moet worden, mag de concurrentie ook meedingen om eventueel te mogen bouwen. En daarom zei Anatoly Uninsky ook, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan hen om te beslissen. Dat wil zeggen dat die beslissing waarschijnlijk, het lijkt erop, niet gevallen is. Wij denken misschien inmiddels wel, maar dat weten we niet zeker. Het moet officieel bekendgemaakt worden en dat is dan niet bekendgemaakt. Er zijn dus andere bedrijven die ook meedoen met die aanbesteding. En dat zijn bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk. Dus ja, die zullen natuurlijk ook graag daar willen gaan bouwen. En Sharjah bekijkt ook een voorgestelde lijn van een belangrijke stad om die te verbinden met de oostkust van Korfakkan. En dat is rechts, dat rode klein rondje wat je ziet, daar ligt een haven in Korfakkan. En daar gaan ze naartoe bouwen. Van Sharjah daar naartoe. Maar Anatoly Uninsky heeft meerdere opties ingediend om ook de technologie in Korfakkan te ontwikkelen, waaronder een skytrack voor vrachtvervoer van niet alleen naar de haven, maar ook het stedelijk netwerk in de stad. En de Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qassami, hij is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharjah, die heeft inmiddels ook al best veel interesse getoond in het traject. Dus wij hopen dat Uninsky dit kan gaan bouwen. Nou, in Dubai
In Dubai hebben we materiaal informatie gekregen dat ze van het vliegveld, van het ene vliegveld naar het andere vliegveld, een lijn willen bouwen. En van allebei de vliegvelden ook naar de haven van Jebel Aouport. En dat is wel heel belangrijk. Dus er zijn meerdere gesprekken hierover om meerdere lijnen in de Verenigde Arabische Emiraten te bouwen. En Oleg Saretsky die wijst hier op het informatiebord aan waar de stations komen. Dus ze hebben al heel veel voorwerk gedaan. En als je dan kijkt wat de voordelen zijn om hiermee te gaan reizen, beter als wat op het plaatje staat, want dat is helemaal niet fijn om zo in een trein zien te komen om mee te kunnen reizen. Dus belangrijke logistieke problemen kunnen opgelost worden. Maar ook voor de industrie late lostijden zullen heel erg verkort worden. En het belangrijkste, ze hebben weinig grondwerving nodig. Want kijk eens rechts op het plaatje, tussen een snelweg in kunnen ze gewoon de groenstrook gebruiken om af en toe een pilaar te zetten. En daardoor zijn er ook geen dure terminals nodig om voor de industrie in havengebieden te bouwen. Want ze kunnen vanuit zee met een lijn naar het achterland, naar een fabriek of wat dan ook, de containers naartoe laten gaan. Waar die afgeleverd zou moeten worden door een vrachtauto. En wat biedt de New Sky Transport en infrastructuur? Wat is het verschil met andere infrastructuurcomplexen? Nou, natuurlijk de hoge efficiëntie. Ook de lage schadelijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid voor de personen en het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Hoe fijn is dat? En het is heel milieuvriendelijk, het verhoogt de routes voor de biodiversiteit in natuurgebieden en het vernietigt geen vruchtbare grond en de planten die erop groeien, die worden ook niet vernietigd. En de dieren, de trekroutes van alle dieren, niet alleen deze grote dieren, maar ook van hele kleine dieren, worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt naar de kosten. Een gemiddelde aanleg van een hoge snelheidsweg kost in Europa ongeveer 30 miljoen per kilometer. Maar het jaarlijks onderhoud kost ook nog eens $100.000 per kilometer. Ga na. Elk jaar, al die kilometers die er liggen, maal 100.000, dat kost zoveel. En het systeem van Anatol Jeninski van Skyworld Community, van Jeninski String Technologie, dat heeft dat onderhoud bijna niet nodig. Als je kijkt naar de kosten van de bouw van de Hyperloop technologie, dat is nog in de conceptfase, maar het wordt nu al geschat op $50 miljoen per kilometer. En dan is het er nog niet. En we weten allemaal dat het alleen maar duurder gaat worden. Het zal nooit goedkoper uitvallen. En een kilometer metro kan zelfs oplopen tot 115 miljoen per kilometer. Als je dan kijkt naar hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport van de Jeninski stringtechnologie gebouwd kan worden, dat het ongeveer 10 miljoen zal kosten, dan kun je zien dat de kostprijs die tussen de 1 en 10 miljoen ligt, dat het weinig kosten zijn in verhouding tot de bouw van de andere modellen. Dus dat wil zeggen dat Jeninski stringtechnologie, al zou het de maximale kosten zijn per kilometer van 10 miljoen per kilometer, is het nog fundamenteel veel goedkoper als alle andere vervoerswijzen die gebouwd moeten worden. Dus dit gaat echt in de toekomst heel erg veranderen. Ook voor ons. Als je dan kijkt met samenwerking met partners, heel veel gerenommeerde grote bedrijven willen heel graag samenwerken. En Jeninski stringtechnologie werkt alleen maar met de beste bedrijven samen. En de mensen uit België zullen dat zeker weten, want die kennen het bedrijf Bekaert heel goed. Iedereen waar je het vraagt, die kennen het gewoon. En die levert de strings. Hoe mooi is dat? Dat al die rollen hier geleverd worden. Dus dat allemaal wordt het door Jeninski afgenomen van het bedrijf Bekaert. Hier zien we Vladimir Volkova. Die staat hier in het park in Belarus. Voor, en je ziet hier de kiezelsteentjes op de grond. Straks heb ik ook nog een foto waar het zand op de grond ligt. Dat is ook echt in de Verenigde Arabische Emiraten geleverd is. En op al die rollen zie je een papiertje. En dat is een levering. Want dan zie je hier, voor het transport is dat. Dan zie je dat het naar Jeninski stringtechnologie geleverd wordt door het bedrijf Bekaert. Hoe mooi is dat? Het is gewoon echt, het klopt. En ze zitten overal op elke rol hier. Dat is heel duidelijk. Als je dan kijkt, heel veel mensen zeggen, ja, maar het duurt zo lang. Ja, klopt. Maar als je dan kijkt, in 2015 is die grond gekregen.
Toen moest alles nog ontwikkeld worden. Stond alleen maar iets in het hoofd was er van Anatoly Jeninski. Had wat op papier staan, maar het moest nog gebouwd worden. En dan komen pas de problemen kijken en moeten ze dingen oplossen. En kijken hoe kunnen we het weer anders doen. En toch hadden ze in 2016 al het eerste model klaar in het Ecopark. Kon toen al getest worden. De baan was klaar en er werd getest. En in 2017 hadden ze 3 modellen klaar. In 2018 hebben de Arabieren een handtekening gezet. En in 2019 is daar al het eerste 400 meter traject klaargekomen. En hebben ze daar kunnen gaan testen. En eind 2019, begin 2020 is de Uniflis gebouwd voor 6 personen. En 2021 de Unicont voor de industrie. Als je dan kijkt wat hier allemaal al veranderd is, wat daar gebouwd is door de jaren heen, dat kan bijna geen ander bedrijf evenaren. Dit gaat, als je terugkijkt, gewoon heel erg hard. Als mensen moeten wachten, duurt het lang, maar als je terugkijkt, is het gewoon heel hard. Hé, ik doe iets fout. Dit klopt niet. Oh, ik zie het al. Ik heb deze niet teruggespoeld. Ik moet eventjes terugspoelen. Sorry. Hier zit eventjes een... Ik moet naar de eerste pagina terug, dat heb ik vergeten straks. Nou komt ie. Er is natuurlijk veel media-aandacht geweest. En de rest, die beslaggever, die heeft op een gegeven moment dit gehoord en die dacht ik ga kijken. Die is gaan kijken, heeft gevraagd of hij mee mocht rijden, filmpjes van mocht maken. Dat heeft hij gemogen allemaal. Heeft hij uitgezonden en dezelfde dag nog hebben heel veel andere mediabedrijven het overgenomen. Zelfs gerenommeerde bedrijven als Fox News en CNN. Nou, dan... heb je echt wel de media-aandacht die je wilt. En toen kwam ook het bedrag, het weekblad Construction Week, die heeft er toen ook aandacht aan besteed. En als je hier ziet, de voorpagina is al een foto van het systeem van Jeninski String Technologie. En aan de binnenkant, kijk eens, zie je wat een pagina's, hebben ze helemaal gewijd aan dit bedrijf. Normaal hebben ze een halve of een kwart pagina, schrijven ze iets. Hier hebben ze meerdere pagina's eraan gewijd. Dat is gewoon heel geweldig. Deze mediabron die was er dus echt heel erg blij mee en die zei dat ze waarschijnlijk een betere en meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan het overschatte project van Virging Hyperloop. Want daar komt ook zo meteen, heb ik ook nog informatie over. Maar toen wij daar in het park waren, toen moesten wij op een gegeven moment wachten, want er kwam een hele delegatie aangereden in gepantserde wagens. En er stapten mensen uit en wij zeiden, oh, wat raar. Die mochten even voor, wij moesten wachten. En die mochten voor en die gingen in een wagon en die reden weg. En toen mochten wij daarna weer. Wij vonden dat zo raar. Weken later, toen we thuis waren, toen kwam er nieuws naar buiten. Dat de koning en koningin van Lesotho daar waren wezen kijken. En toen belde Earl mij net, kijk eens even goed, ken jij die mensen? En toen zag ik het ook. De dames op de foto en het mannetje achter in de hoek met de petje op. We herkenden ze. Dat waren de mensen die bij ons voorgekropen waren, om het zo maar te zeggen. Maar wij hebben dus de koning en koningin van Lesotho gezien toen die daar aan het kijken waren. Dus we hebben met eigen ogen gezien dat het klopt, dat daar gewoon mensen komen kijken. En ze worden daarna in rechts, zie je dat, in het Ecohuis nog bijgepraat. Links het plaatje zijn ze ook in het epicentrum, zeg maar, daar kunnen ze alles zien. Ze kunnen alles in de wagons volgen. Ze kunnen communiceren met de mensen in de wagons. En mocht er ooit iets vandalisme of zo uitbreken, dan kunnen ze zelfs op afstand de deuren dicht houden. Dus hoe mooi is dat? Hoe veilig is dat? Er is gewoon constante controle en het is anders dan wat we nu hebben bij onze vervoersmodellen die wij hier hebben. Dit is Lesotho. En dan zie je in Zuid-Afrika is Lesotho een land midden in een land. Het heeft dus totaal nergens geen contact met een zee, dus met een haven. Ze hebben geen eigen haven. En de koning die wil nu een traject aan laten leggen van Lesotho naar Durban. Daar is een haven, zodat de mensen uit zijn land ook een hogere levensstandaard kunnen krijgen. Want als ze hun landbouwproducten met het vervoer van Jeninski String Technologie door bergen heen, gevaarlijke bergen, naar de haven kunnen vervoeren heel snel, dan zal dat voor hun ook makkelijker zijn om de mensen in het land te kunnen hun vervoer, hun spullen, hun verbouwde spullen eerder naar de rest van de wereld te kunnen laten vervoeren. Verder zijn er nogal wat delegaties wezen kijken. Hier zien we een delegatie uit Zwitserland is geweest, een Europees land. Die hebben ook interesse hoor, een aantal Europese landen.
Dit is een delegatie uit Brazilië. En dan zie je hier dat dit op dit moment al burgemeesters en ondernemers zijn. Een algemene benaming. Maar dat wil dus zeggen dat daarvoor al hogere functionarissen zijn geweest. Dat er in een land al gesproken wordt over een traject bouwen. En dan hebben ze de burgemeesters nodig om toestemming te geven om door hun stad of dorp te gaan. Maar ook ondernemers om dit te bouwen. Dus dan zie je, Anatoly Ninsky zal niet als eerste naar buiten brengen waar gebouwd gaat worden. Dat gaat in eerste instantie een land zelf doen. En daarna gaat Anatoly Ninsky het pas naar buiten brengen. Dus door dit al te zien, dat je weet dat de burgemeesters en ondernemers zijn wezen kijken, kun je al zien dat ze in een land al verder zijn met de ontwikkeling om te kijken wat ze kunnen gaan doen. En František Solár en Vladimir Maslov zijn in Vietnam geweest. En daar hebben ze het Transnet eigenlijk opgesteld, want zij gaan het in Vietnam zorgen dat het begeleid gaat worden en dat ze daar de werkzaamheden voor kunnen bereiden om daar ook een traject te bouwen. Hoe mooi is dat? En Rwanda, de ambassadeur van Rwanda is geweest. En rechts, links zie je dat hij in de wagon mee is gereden en dat hij van Anatoly Ninsky heel alle papieren door kan kijken. Maar rechts zie je in het Ecohuis. In het Ecohuis staat een opstelling van 11 meter lang, 3 meter hoog. En daar kun je de wagons zien rijden. Die rijden over de rail heen, onder de rail door, ertussenin. Maar ook heel hoog in de lucht zie je ook de doorhangende spoorstructuur. Hier zie je eigenlijk alle modellen die ze hebben, worden hier nog een keer tentoongesteld, zodat de geïnteresseerde landen ook in het klein kunnen zien wat er eigenlijk gebouwd kan gaan worden. En dit is Sarapat Masitova. En zij is de leider van twee transportbedrijven. Algemene directeur moet ik zeggen. En zij is ook komen kijken en die heeft speciaal door Anatoly Ninsky zelf een rondleiding gekregen. Niet alleen in het park, maar ook in de fabriek en in het kantoor. En ze hebben alles besproken om in Kirsië een traject te bouwen. En de wagons die ik vergeten ben vandaag, geen tijd heb gehad om in het systeem te zetten, wat Earl volgende week zal laten zien, die worden waarschijnlijk in haar land als eerste in gebruik genomen. Daar lijkt het nu in ieder geval op. Er is ook een man, een hele bekende man, een gerenommeerd econoom en politicoloog. Hij is academicus, gepensioneerd statenadviseur tv- en radioomroeper en voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. En hij doet voorspellingen over heel de wereld, over de economieën en geopolitieke ontwikkelingen. En Anatoly Ninsky vond het zo belangrijk om hem ook persoonlijk rond te leiden, want hij is iemand die het wel naar buiten kan brengen hoe goed het systeem is en wat het allemaal kan doen voor de ontwikkeling in landen en voor het CO2-probleem wat ook elk land over heel de wereld nu heeft. Dus dat is wel heel belangrijk. En hij zei als expert dat dit heel erg kostefficiënt is, want het is veel beter dan een vliegtuig. 3,3 keer. Hoge snelheidstrein is het 2,5 tot 3,1 keer goedkoper. En het is ook de magneettrein, die is zelfs, is het systeem van Anatoly Ninsky, 9,6, bijna 10 keer kostefficiënter. En in vergelijking met de auto is het energieverbruik 31 keer lager. Nou, dat is gewoon een heel groot verschil hoor. Dit is gewoon een veelzijdige toepassing. Het kan ook in veel klimatologische omstandigheden gebouwd worden. Van temperatuur min 40, maar inmiddels tot min 60 graden. En temperaturen in woestijnen plus 60. En dat is een hele andere manier van bouwen. Want in een hitte gaat materialen heel anders reageren als in heel veel erge kou. Dus dat is super dat er van min 60 tot plus 60 gebouwd kan worden. En goedgekeurd. Dat is nog belangrijker. En waarom willen mensen dit project zo graag ondersteunen? Nou, omdat het natuurlijk heel goed is voor het milieu. De aanleg van zo'n snarroute heel weinig grond nodig heeft. En ook de snaarbaan het landschap niet zullen veranderen. En bossen gewoon kunnen blijven bestaan. De zuurstof kan geproduceerd blijven worden. Belangrijke gebieden om dit te bouwen zijn vooral het Midden-Oosten en Azië. Want daar is de
de vraag naar vervoer zo groot, zoals je het plaatje net zag. Mensen kunnen haast niet in treinen mee, de rijders te weinig. Die zitten echt te springen op andere vervoer. En in die landen is het dus echt een hype om daar zo snel mogelijk iets meer gebouwd te krijgen. En ook zijn er vragen ontvangen uit de Verenigde Staten en Canada. Dat is wel heel apart hoor. Maar nou, sinds begin dit jaar, sinds de kwestie van de oorlog in Oekraïne, zijn mensen bang geweest. Ze zeiden van, goh, hoe zit het nou? Want ons project zit ook daar. Nee, dat zit niet daar. Er wordt in de Belarus gebouwd en er wordt in de Verenigde Arabische Emiraten gebouwd. En in Belarus kan het gewoon doorgaan, want ze hebben voor het hele jaar al materiaal genoeg in huis. En verder wordt het belangrijkste gedeelte vanuit de Emiraten alles geregeld, dat is afgesproken. En de financiële gevolgen voor ons als Skyward Community, want wij zijn een aparte investeringsgroep, is er ook helemaal niet. Want hier de drie plaatjes rechts zie je dat we op verschillende plaatsen zitten in Cyprus. Boven Australië bij Vanuatu en bij Noord- en Zuid-Amerika tussenin bij de Cayman-eilanden. En daar zijn ze geregistreerd. En dat heeft dus verder niks met de landen te maken waar nu problemen zijn. En ze vertelde, Skyworld Community diversifieert alle financiële werk. En met name in ons eigen persoonlijk kantoor. Er zijn ook verschillende betaalmogelijkheden. Ook in geval van onvoorziene situaties. Ze werken vooral met cryptocurrency. En daarmee kun je over de hele wereld vrijelijk geld naar elkaar overmaken. Dus dat is voor landen waar het ooit een probleem zou zijn. Ook geen probleem om via cryptocurrency te betalen. Ik heb hier even een plaatje gemaakt. Dan zie je hoe het op de wereldkaart is. Ze zitten mooi verdeeld over de wereld. En naast Desta, Kostareva. Dat is de CEO van Uniski String Technologie. Ze heeft ons ook nog persoonlijk geïnformeerd met de informatie die ze stuurde. En ze zegt ook van, nou, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen ingekocht om de geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. En onderbrekingen in de levering zullen ons niet hinderen. Dus, en op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Want daar kan iedereen alles gewoon nog naartoe sturen. Dit is ook een belangrijk project. Want deze lineaire cities hadden we gedacht dat er een langere baantraject zou zijn. Maar op dit moment worden er al gesprekken gevoerd om ook dit te bouwen. Zelfs in een land in Europa. En ja, er is een filmpje bekendgemaakt dat er delegaties uit verschillende landen zijn wezen kijken om de ontwikkeling verder te zien. En daarom hebben ze op het filmpje dit verder ook uitgewerkt. Dat kun je gaan kijken. Als je in het accounting gaat, kun je dit zien. Zie je deze afbeelding ook en meer uitleg erover. Maar inmiddels zijn er dus met veel landen al gesprekken geweest. En delegaties uit Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador zijn allemaal al daar geweest. Maar er zijn er nog veel meer. Rwanda, Brazilië, Koninkrijk Lesotho, waar ik straks liet zien de koning foto van. Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, Dominicaanse Republiek en de Republiek Haiti, Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en nog een aantal andere landen. Heel veel landen in ieder geval. Dus er zijn ook verschillende tracks ontwikkeld en er zijn samenwerkingsverbanden besproken met die landen. En er is een pilot voor de stadspoor, is er inmiddels ook al gebruikt, in gebruik genomen. Hier zijn we nog een aantal plaatjes van het filmpje, wat daar is. Dit zijn een aantal plaatjes ervan. En het rechtsonder het plaatje is wel heel mooi in het filmpje, want het lijkt een helikopterplatform. Dus je kunt via een helikopter landen op zo'n station. En dan kun je met de hoge snelheidslijn verder gaan om eventueel ergens richting buitenland te gaan. Hoe mooi is dat? Hier zie je een aantal foto's van de bouw in de Verenigde Arabische Emiraten. En de mediabron World Construction Today heeft ook een artikel geplaatst. En die schrijven dus dat Uniski String Technologie het passagierssegment in de praktijk gaat brengen en Virgin Hyperloop stopt met het idee van de Virgin Hyperloop om die te gaan bouwen. En ze schrijven dat het nog niet zo lang geleden was dat Virgin Hyperloop bekend heeft gemaakt officieel dat ze het idee van personenvervoer gaan verlaten. En de Financial Times meldde inmiddels al dat Virgin Hyperloop volledig was overgestapt op transport voor de industrie en niet meer voor de
passagiersvervoer. Maar ze schreven, de auteur van Juninske Stringtechnologie wees erop dat zelfs in moeilijke tijden, als gevolg van de pandemie, Juninske Stringtechnologie zijn plannen niet had opgegeven en verder ging. Ook COVID-19 was geen belemmering geworden voor hem. En het blad Constructie Today schreef verder dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf van Juninske Stringtechnologie ernstig bemoeilijk moeten hebben. Maar ook in deze moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaven ze hun plannen niet op. En wat biedt Juninske Stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Het ontwikkelt, produceert en test viaduct, transport en infrastructuurcomplexen, gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. Het is een heel artikel is erover, daarom zet ik er puntjes bij. Ga maar eens kijken, in je account staat dat. En daar staat gewoon een heel verhaal meer bij. Virgin Hyperloop heeft aangekondigd destijds dat ze passagierscapsules gingen bouwen die in zeer lage drukbuizen konden reizen met een snelheid van meer dan 1000 km/u. De media was heel enthousiast, maar ze hadden ook wel hun twijfels erover. En daarom leidde dat tot veel discussies tussen wetenschappers en ingenieurs. Maar er schreven ook dat Juninske Stringtechnologie de beste versie van de Virgin Hyperloop had. En dat ze dus het alternatief transport aan het ontwikkelen waren. En dat ze vorig jaar een veiligheidscertificaat hadden ontvangen ervoor. Dus ze zijn al veel verder in ontwikkeling als wij het zijn, als wij denken. En kort nadat het veiligheidscertificaat was ontvangen, hebben ze inderdaad ook de start van de commerciële projecten aangekondigd. En het microsysteem, het touwtransport bewijst zijn effectiviteit zelfs bij plus 50 graden, werd er geschreven. En hoe werkt het? Dit zegt Anton Massefajchuk, hoofd van ontwerp en het ingenieursbureau. De unieke ontwikkeling van de Juninske Stringtechnologie past het volume van de luchtuitwisseling aan. Het interieur wordt continu ook gevoed met bepaalde hoeveelheid frisse lucht om een accurate concentratie koolstofdioxide te behouden die door passagiers wordt uitgeademd. Want natuurlijk het binnenklimaat van zo'n wagon, die moet ook goed zijn. Want je kunt wel door een buis heel snel heen gaan, maar als dat kleine binnenklimaatje daar een aantal mensen in zitten, dan wordt het binnenklimaat heel snel ongezond. En het microklimaatsysteem is met succes getest bij de extreme temperaturen van tot plus 55. En dan wat bleef het dan? De binnentemperatuur bleef netjes op ongeveer tussen de 18 en 23 graden. Heel mooi. Verder zie je rechts op het plaatje een heel dun rood lijntje. En die persoon waar een rood vlakje omheen is, die komt binnen die lijn. En dan ziet een wagon dat een persoon binnen een gevaarlijke afstand van de cabine komt. En dan stopt zo'n cabine. En zo gauw als die persoon weer buiten de lijn komt, dan kan de cabine weer doorrijden. Heel mooi. Er zijn 15 fases berekend voordat dit project klaar is. We zitten nu in de voorlaatste fase, 14.2. En er komt nog 15. En dan stopt de mogelijkheid om dit project met deze manier van vervoer te ondersteunen. Wil je er meer van weten, dan kun je kijken op deze verschillende sites. Maak er een foto van. Dan kun je heel veel nieuws erin vinden. Dus dat is heel belangrijk. En heb je vragen, dan zijn wij altijd bereikbaar. Earl is bereikbaar en ik ben bereikbaar op deze telefoonnummers die hier staan. En dan kunnen we u altijd meer uitleg geven. Dus dit was mijn presentatie voor vandaag. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren. En in ieder geval tot de volgende keer. Arnold en Walter, bedankt dat jullie er zijn. Hebben jullie vragen? Je bent altijd van harte welkom om mij te bellen. Dus voor nu wens ik jullie een fijne avond en tot de volgende keer.